uiteraard ook de Luut van het Werkles. Schatkist na schatkist. Trek voorbij hier. Stefke, ik heb gehoord dat al het gouden papier in de omtrek van het vak. De zware jongens. Met een hele kruis. En bij 50 jaar oor natuurlijk cadeautjes. Heel veel. Ik weet niet wat erin zit, maar... Dat doen we nou altijd even uitpakken. Oké. Okay. We zijn wel eens mee bezig dan. Ik heb die zoek natuurlijk al jaren, die gaan wij er slecht, hè? En nou, komt die eens op deze mooie dag voorbij. Ik heb een gouden ei gevonden, hoor. Dat zie jij niet goed. Dat is niet goed. Dankjewel. Ja, dan Stef, hoe krijgen ze het voor elkaar? Wat een creaties. Gastel Schout. Sven Kramer. En prinses Babette. Heel mooi. Aanval. Met natuurlijk weer een grote schatkist. De goudrovers. Even letten op de zakken naar beurzen. Wat de goudrovers, ze komen voorbij. Die hebben heel veel goud geroofd, zie ik. Ik krijg mijn geld. Ja. Allemaal rekening. Ja. En natuurlijk de Leutkaren Schoutwerk. Dan missen we nog in het vaste laven Sotelaand. Maar dan een klein beetje groter. Geen grote gouden schommel. De Leutschommel. Mooi. Is dat ook? Ja, ja. Mijn eigen. Ik weet dat er zoveel goud te vinden was. Dankjewel. Hetzelfde pak als vorig jaar, hè? Jij wist dat, hè? Hey,
winkelsteeltje. En natuurlijk, Leute Schoutweert, maar lachen natuurlijk ook. Ik zeg altijd maar, een dag die gelachen is, een dag die geleefd. Ezeltjes trek je. Gewoon dat zo'n beestje in de waaier staan. Hoor natuurlijk ook in de taart. Nou, die hebben gelijk krachttraining. Want om zo'n blok goud te dragen, moet er dus van maas zijn. Prachtige gouden Cadillac. Rij voorbij in Bordes. Dan kunnen we ook iets van goud terugvinden, natuurlijk die goudgele rekkers. En die gaan de komende dagen weer genuttigd worden. Jawel. 1 miljoen euro. De toppers. Oh. Je hebt een eigen limousine meegenomen. Ik zeg er een paar met een gouden plak.